Nou ja, kijk, dit zijn dus de plassen hier op de Liergouw. En je kunt aan mijn schoenen zien hoe diep het hier is. Dit is te gevaarlijk om uit te wijken. Het is een drama dus. Rij een stukje over de Liergouw en je snapt gelijk wat de Ransdorpers bedoelen. Het grappige is dus, nou ja, het is helemaal niet zo grappig. Afgelopen jaar is het weer een paar keer gebeurd. Dan rijden ze, je kan het hier nog zien, mensen die gaan gewoon die sloot in. Die zakken gewoon weg, omdat ze moeten uitwijken. Hoe rijdt u hier? Nou, vreselijk. Ja, altijd lekke banden. Hobbelt u de auto al uit? Pardon, wat zeg je? Bonjour. Bonjour. What do you think about the road? Goed, een peu chaotisch, difficult. Hobbelt u de auto al uit? Dat tweede woord versta ik niet. Je wijkt later uit, hè? Want je wil niet in zo'n gat belanden met je wiel. Dus in die zin is het wel link. Uithobbeld! Ja, vreselijk. De bewoners klagen al 20 jaar over de weg. De gemeente vult zo af en toe een gat, maar een structurele oplossing komt er niet. Daarom nu een handtekeningenactie. Maar er staat wel een bordje. Ja, dat is natuurlijk heel mooi, zo'n bordje. Maar ja, de gemeente heeft natuurlijk wel een bepaalde onderhoudsplicht, zou je zeggen. En zeker in een periode van 20 jaar. En mijn gehandicapte dochter woont daar. Die durft niet eens hier langs te fietsen. Echt vreselijk. Ook veel kinderen fietsen over de weg naar OBS De Weidevogel. De school doet dan ook mee aan de actie om wethouder Litjes eens goed wakker te schudden. De wethouder die moet zo langzamerhand maar eens gaan luisteren. Want dat doet hij nog niet? Ik heb in ieder geval nog niets van hem gehoord. Dus ik denk niet dat hij echt luistert.